Een goedenavond. Goedenavond. Hier hebben wij... Ik ben Joop. Joop Olieman. En Jacqueline Peek. En we zijn alvast in Heerenveen aangekomen. Om alvast de zaal te bekijken. En dan is Joop vooral van de techniek en de presentaties voorbereiden. En je bent nog niet helemaal klaar, hè? Ik ga nog even een hele avond doorwerken. Dus we hebben net het geluid getest en dat doet het goed. We hebben totaal wel 3 schermen. Met zoveel mensen gaat het natuurlijk... Heb je niet met 1 schermpje genoeg. Dus dat is prima. Je zit niet al te ver van het scherm. Dus dat is positief, denk ik. Dicht bij het podium, iedereen? Dicht bij het podium. Het geluid is ook prima, dus er kan eigenlijk niks meer misgaan. Kijk. Nu de mensen nog komen. We laten ook even de catering is en de ingang. Het is nu nog een beetje donker, morgen maak ik het lichter. Maar de soeppannen staan al klaar, de inhoud volgt morgen. En de drankjes en de stands kunnen nog morgenochtend ingericht worden. Standhouders mogen trouwens bij ingang L en K binnenkomen en P4. Kijk, Huub is ook beter genoeg om ook te spreken morgen. Dus we gaan zo meteen daar ook wat stands klaarzetten. Dan lopen we even naar de zaal. Morgen lopen hier zo'n 400 deelnemers. De stoelen staan al klaar. Zo indrukwekkend, hè? Dus dat scherm in het midden, dat komt er nog. Dat is nog groter. De technische man die gaat ook nog even door vanavond. De flip-over voor Don staat al klaar. Ja, dat, ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen, want dan moet hij het steeds draaien als iedereen het wil zien. Maar ja. Dan draaien we weer naar het zicht. Ja, ja. Ik zal even kijken of de stifter er ook bij liggen zometeen. Dus, en dit is dan het podium. Hier gaat het gebeuren. Ja. Dus, wij overnachten lekker dichtbij in de buurt. Althans, ik met Huub en hij alleen. Voor geen verwarring te zaaien. Misschien komen jullie ook al deze kant op eerder. En anders morgenochtend naar Heerenveen toe. Goede reis. We zien jullie graag. Goede reis. Tot morgen. Tot morgen.